Komt maar. Ik zou niet kunnen voorstellen dat ik niet getatoeëerd of zo zou zijn. En dat zou ik de enige zijn van mijn familie die niet getatoeëerd zou zijn. Dat zou heel raar zijn. Dus dat tatoeëren is eigenlijk best wel logisch. Maar mijn zusje die tatoeëert niet. Dus dat één van ons twee had het wel moeten doen. Mijn zusje en ik speelden gewoon, in plaats van dat we, weet ik veel wat, prinsesje aan het spelen, speelden wij tatoeëerder. Dus zij ging zitten op de stoel en ik ging haar rug ondertekenen. En dat is gewoon, het is zo'n normaal iets voor ons geweest, dat dat gewoon... Ik heb wel een paar tattoos aan mijn zusje gedaan toen ik net begon. Ook een paar gewoon dat het niet mocht van mijn vader. Ter hand of zo, het moest weggehaald worden, want hij vond het echt niet goed. Moet hij maar niet een machine aan ons geven. En ik vind mijn vader gewoon heel erg... Ik vind het gezellig om met mijn vader te werken. En ook met mijn zusje, ook al hebben we best veel ruzie. Maar het is wel echt leuk in zo'n tattoo shop met je familie zijn. Het tatoeëren is niet echt een soort... Het is niet een ding wat je maar voor een paar jaar doet. Als je gaat tatoeëren, dan doe je dat voor je hele leven. Ik kan niet wachten om te zeggen, ik tatoeëer al meer dan 40 jaar of weet ik wat. Dat lijkt me echt helemaal geweldig. Maar er komt natuurlijk een moment ooit dat je moet stoppen. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Wanneer is het moment voor jou? Doodgaat, toch? Doodgaat, ja. Ik zou niet weten wat een ander goed excuus zou moeten zijn.